Goedemiddag. Ouderen die hun woning moeten aanpassen om er te kunnen blijven wonen, kunnen in aanmerking komen voor een blijverslening. Zo'n 100 gemeentes bieden zo'n lening nu aan, omdat ouderen niet altijd geld hebben voor een verbouwing. Margaret Heikamp krijgt binnenkort een nieuwe heup en wil graag thuis revalideren. Maar dan moet de badkamer verbouwd worden. En het was niet makkelijk om daar een lening voor te krijgen. Als we naar een bank gaan, je bent een bepaalde leeftijd, je bent met pensioen, dan krijg je gewoon geen hypotheek meer. Dus voor heel veel ouderen is het gewoon zo van je spaarcenten erin of niks. Om de zorgkosten te drukken is het wenselijk dat ouderen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. En daarom biedt een groep gemeenten nu de zogenaamde blijverslening aan om dat mogelijk te maken. Een blijverslening is eigenlijk te vergelijken met een starterslening. Een hypothecaire lening waarbij de overheid mensen stimuleert om langer in hun eigen woning te blijven. De provincie Limburg en de gemeente Moerdijk hebben eigen varianten op de regeling.